Ik ben Rochelle, ik ben 29 en ik ben kraamverzorgende. Ik kwam erachter dat ik kraamverzorgende wilde worden doordat ik een andere studie volgde. Ik deed een opleiding en ik heb een stage gevolgd in de kraamzorg. En dat heeft me getriggerd en ben ik in het vak gebleven. Wat ik mooi vind aan het vak is eigenlijk om met baby's te werken, maar ook met diverse mensen. Andere culturen, andere achtergronden. Ja, diverse mensen krijg je te maken. En ook wel wat ik ondervonden heb, is dat de ondersteuning die je de mensen kan bieden. Van de jonge ouders, die dan soms wel voor het eerst een kindje in hun handen hebben en daarmee thuiskomen. Dat je die echt kan ondersteunen in de zorg met hun pasgeborene. Als een gezin veel moeite ervaart of een zware bevalling achter de rug hebt, is het heel fijn om mensen te ondersteunen om rust te creëren. Om zeker een kraamvrouw die moet gewoon fysiek herstellen, emotioneel herstellen. En dat je toch rust in het huishouden kan creëren in het gezin. Waardoor ze eigenlijk het herstel gewoon bevordert, lichamelijk zowel als emotioneel. Wat iemand volgens mij een goede kraamverzorger maakt, is als je sociaal bent, communicatief vaardig, maar ook als je je met diverse achtergronden weet om te gaan. Mensen met een andere culturele achtergrond, een andere afkomst. Want daar krijg je echt veel mee te maken in de kraamzorg. Ik ben Rochelle, ik ben kraamverzorgende en ik ben supportcoach van het MBO.